2. Ze waren beiden mooi en slank, maar het ene kind was lelieblank, zoals de veertjes wezen moeten. Maar het andere kind zat vol met sproeten. De moeder was heel erg ontdaan. Ze waste het kind met leverdraad, met katjesdauw, met tijgermelk. Ze doopte er zelfs in een bloemenkelk. Maar het hielp geen steek. Oh nee. Het was en het bleef een sproetenfee. Thank you.
Dit is een spray. Iets heel bijzonders. Geef haar thee, geef haar koek, geef haar ijs. Zij blijft hier wonen in het paleis. Nu woont het feitje al een hele tijd aan het hof van koning Warreweid. En niet als keukenmeid, oh nee, ze is benoemd tot opperspray. Ze heeft een gouden slaapzak en gouden mantels voor de bed. En alle heren aan het hof, die knielen voor haar in het stof. Waaruit één iedereen kan lezen, dat men als vee mislukt kan weten, maar heel geslaagd kan zijn als spreen. Dit stemt ons dankbaar en tevreden. Thank you.